David Smulders, u bent zich bezig met de energietransitie, doet daar veel onderzoek naar. Nou komen wij veel mensen tegen die moeten gedwongen van het gas af. En moeten overgeschakeld worden op stadsverwarming. En daar wordt dan weer afvalverbranding aan gekoppeld. Is dat een goed idee? Nee. Want? Nou ja, kijk, verbranden van afval, dat zal in de toekomst toch steeds minder worden. Want we gaan naar een circulaire economie. Ja. Dus waar halen we dan het afval vandaan? Dus het is een doodlopende weg. Kijk, als je nu zegt, ik ga uitbreiden doordat we meer afval willen verbranden, dat betekent dus dat je gaat inzetten op hoge temperatuur warmte. Want ja, ja. Afval is hoge temperatuur. Terwijl de moderne ontwikkelingen van warmtenetten zijn juist lage temperatuur warmte. Dat zijn restwarmte van papierindustrie, maar misschien ook van oppervlaktewater, van aquathermie. Ja, ja, ja. Dus het is eigenlijk misschien gewoon te voorbarig en korte termijn gedachten. Ja, precies. Zet nu in op lage temperatuur warmte en kijk waar die vandaan kan komen. En er zijn heel veel alternatieven, er zijn prachtige alternatieven voor. Zoals aquathermie bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, ja. Ja, en, ja. En wat zit daar dan achter dat ze dit dan toch op die afvalverbrandingsovens gaan aansluiten? Nou ja, vaak is het natuurlijk zo dat er bestaande contracten zijn. Ja, ik probeer het, merk ik, in mijn hoofd toch wel een kans te geven. Omdat ik ook snap dat de politiek haast wil maken, hè, om die 2030-doelstelling te halen. Ja, 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 ja. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk toch zo, besparen we er CO2 mee? Een gasoplossing is natuurlijk een oplossing die op den duur ook uitgefaseerd moet worden. Ja. Maar dat geeft ons wel de oplossing om naar een CO2-neutrale oplossing toe te gaan. En zou dat dan trager moeten, vindt u? Nou ja, we hebben tot 2050 om die transitie voor elkaar te krijgen. Dus dat betekent dat het nou, lijkt mij, overhaast is om op een religieus fanatieke manier mensen van het aardgas af te trekken. Ja. Dat lijkt mij averechts werken. Uit een voortgangsrapportage van de proefwijken blijkt dat gemeenten stellen dat een wijkgerichte aanpak op basis van louter vrijwilligheid niet haalbaar is. En dus vragen zij het Rijk om wettelijke bevoegdheden om zogenaamde gasklevers simpelweg te dwingen. In Den Haag wordt er voorgesorteerd op de signalen vanuit de proefwijken en dus wordt er een nieuwe warmtewet in het leven geroepen waarin de gemeenten een meer sturende en zelfs dwingende rol krijgen om de warmtenetten versneld aan te leggen en de mensen te verplichten van het gas af te gaan. Er komt een nieuwe warmtewet aan. In hoeverre kun je eigenlijk mensen dwingen om van het gas af te gaan? Nu nog niet. Er is de gaswet. Die stelt dat iedereen die dat wil op het gaslet moet worden aangesloten en blijft. Ja. In de nieuwe warmtewet wordt dat anders. Daar kun je dus inderdaad mensen dwingen van het gas af te gaan, omdat de bevoegdheid komt bij de gemeente. De gemeente bepaalt in een bepaald bestemmingsplan, een warmtekavel heet dat, hoe dat de warmtevoorziening eruit komt te zien. En als dan een bewoner zegt, daar ben ik het niet mee eens, dan betekent dat hij dan pech heeft. En dat hij dus inderdaad een alternatief kan voorstellen aan de gemeente. Ja. Maar de gemeente kan zeggen, ben ik het niet mee eens. Oké, dus en dat komt voor in die nieuwe warmtewet, ja, die in Den Haag, politiek Den Haag is beklonken. Ja. Nou ja, beklonken, dat hoop ik dus niet, hè. Want het is dus zo dat ik spreek veel politici daarover en veel politici lezen die wet niet. Die lezen de samenvatting. Maar de wet is ongeveer 90 pagina's lang. Ja, ja. En hij heeft ook nog een memorie van toelichting van ettelijke pagina's. Ik roep dus op, lees die wet van A tot Z en zie en huiver. Want daar staan echt passages in waarvan je denkt, nou, dit moeten we met z'n allen niet willen. Dit is funest voor de draagkracht. En dat betekent dus ook dat dat, zoals jij ook zegt, dat dat de mogelijkheid heeft aan gemeentes om te bepalen hoe bewoners hun huis gaan verwarmen. En wat vindt u daar eigenlijk van dat gedwongen? Heel slecht. Ja, dat is natuurlijk funest voor het draagvlak. En ik denk ook dat je ingaat tegen de basisprincipes van een democratie.